Yo kijkers, Swarrows is weer wat. Leuk te kijken naar deze nieuwe video. Zoals jullie zien zit ik weer in The Sims 4. En dat is best lang geleden. Want ja, dit is ons huis. En ja. Hier zit Kevin en ik natuurlijk die hier wonen. En kijk. Winnersburg en... Ja, die twee heb ik nog niet. Maar die ga ik nog ooit een keer kopen. Beleef het samen moet ik dus nog hebben. En honden en katten, toch? Sims 4 honden en katten. Dat zijn de twee die ik nog moet hebben. Maar we gaan lekker terug. We zitten in de Willow Creek waar we spelen. En wij hebben hier het gezin Ruigrok. We gaan daar gewoon mee beginnen en mee spelen. Even het geluid van de Sims even wat zacht te zetten. Want ik vind het echt... Ik word net te irritant als ik het geluid van de Sims echt super hard door mijn koptelefoon hoor. Zo, nu heb ik de microfoon even wat zachter gezet qua geluid. Zodat je de Sims op de achtergrond niet hoor, want dat is wel irritant eigenlijk. Dat jullie dat misschien horen ook op de microfoon. En we gaan weer lekker het spel laten laden. Het duurt wel even, want ja, het duurt even voor het laden omdat het en opname is zijn en leven. Leven is waar je sim eten, slaapt, kletst en hun leven leidt. Onder jouw bezit leidingen uiteraard. Wil je uitleg over leven bekijken? Nee, wil ik niet. Dit is de slaapkamer. Ik zal eventjes zo doen. Ik zit hier, lig hier in bed. Ik moet eten zo te zien. Wat is dit? Oh, ja. Maar we moeten even wat eten. We hebben hier al een kinderkamer. In principe. En Kevin zit in bad. En die moet slapen. En die heeft plezier nodig. Maar Kevin gaat eerst lekker eventjes een slapen. En dan ga ik naar beneden met mijn poppetje. Downstairs. En dan ga ik even wat eten halen uit de koelkast. Die koken. Laten we tuinsalade maken. Een groepspostje. Waarom ik een groepspostje maak is omdat ja, dat makkelijker is. Gaat ze klaar zijn met slapen. Ze is nog steeds hoogzwanger. Bevallen over een vraagteken, vraagteken, vraagteken. Dus ja. En haar blaas is ook bijna leeg. En stinkt best wel. Maar we hebben hier beneden gelukkig ook een baddouche. Dan gaan we daar naar douchen. En na het douchen gaan wij naar de wc toe gebruiken. Ik ga dadelijk ook even laten zien welke kleding ik allemaal heb. Voor mijn Sims heb uitgezocht. Ik hoop dat het een tweeling wordt, by the way. Maar dan moet wel wat aan gaan passen in het huis. Want ja. Ik heb leuke dingen gedownload. Dus echt leuke dingen. En ondertussen heb ik ook nieuwe spullen er nog extra bij gedaan. Ik weet niet eens of dat het doet. Ik heb best wel wat leuke dingen. En ik heb ook Pokémon dingen in de Sims neergezet. Waar gaat ze in godsnaam helemaal heen? Gaat ze in naar de, waarom gaat ze in godsnaam naar de badkamer toe? Oh, lekker. Een beetje oorsmeer erbij. Ik moet nog wel een keertje andere schoenen gaan... schoenen moet ik een keer gaan downloaden en erin zetten. Maar dat komt wel. Het is op dit moment even wat belangrijker. En misschien dat we dadelijk nog in ons broek plassen ook. Maar ja, we gaan dadelijk daarna toch gelijk douchen. Dus dat scheelt. Etenstijd. En de kwaliteit is matig. We gooien er wel de salade gelijk in de koelkast. Waardoor de salade goed blijft. Zo.
Hier staat ook nog eten. Die gooien we even weg nu. Voor hun. Even handmatig weggooien. Even kijken waar de prullenbak is. Oh wacht, die zit hier al. Zo. Volgens mij hebben we allebei geen werk, of wel? Nee, geen werk. En Kevin heeft ook geen werk. Heb je nou gegeten of niet? Ja, dat dacht ik al. Dat ze in de broek ging plassen. Had ik al een klein beetje in de gaten. Meisje, tuinsalade eerst eten. En dan dit even opdwijlen. Je hoeft je niet te schamen, meisje. Je bent zwanger, dat kan gebeuren. Ik zit met een kabel. Over een kabel, waarom mijn muis niet lekker werkt. Niet leuk. Zo. We gaan dadelijk dus lekker eventjes douchen. Wc hoeft dus niet meer. We moeten plezier maken, dus gaan we eventjes op deze hele mooie televisie gaan we eventjes naar zender kijken. Wat was ik ook alweer als ik kinderachtig? Hierdoor staat dat. Even kijken. Kinderachtig. Ja. Vrolijk, kinderachtig, huiselijk en ook familiegericht. Dus we gaan naar zender kijken. Naar kinderzender kijken. Maar het is echt een verrassing wanneer ik zou gaan bevallen. En ik ga alvast heel even naar de bouwen toe. Aangezien... Nee, ik hoef ook dat niet. Want ik heb al heel lang deze spel gespeeld. We gaan even naar de kinderkamer toe. Want we hebben één kinderkamer hier. Die ga ik even helemaal leeg halen. Want het wordt eerst een babykamer natuurlijk. Dus gaan we eerst even alles verplaatsen in een dingetje. Want ja, het zijn wel leuke spullen om te bewaren. Dan weet ik een beetje van welke spullen hebben erin gestaan. Dit gaat er ook allemaal gelijk in. En de kast gaat erin. Deze kast. En die. Deze lamp. De krukje. En de rozenblaadjes gaan ook er even uit. Want ja, wie had er nou rozenblaadjes in een kinderkamer? Ziet er wel leuk uit hoor, daar niet van. Ah, oh, diegene heeft heel veel moeite voor gedaan om het neer te leggen. En ik ga alles in één keer weghalen. Ja, maar dan moeten we gewoon eventjes zo. Nou, ga ik weer de muur pakken. Ik moet de muur niet hebben. Ik moet de blaadjes hebben. Om één hele lege ruimte te krijgen. Aangezien hier een kinderkamer gaat komen. En zo. Gaan we naar kinderkamers. Kijk, hier zijn kinderkamers. Dit is een babykamer. En dit is een speelkamer, zo te zien. En dit is een speelkamer. En dit is een kinderslaapkamer. Dit is ook een kinderkamer. Dit is een kinderkamer. En dit is een peuterkamer. Peuterkamers zijn natuurlijk later bijgekomen. Maar we gaan ze natuurlijk een eigen kamer, slaapkamer maken. Gaan we naar comfort. Dus we gaan even naar comfort toe. Gaan we naar bedden. Gaan we naar... Ja, naar bedden. Kijk, dit zijn gedownloade spullen. Er zijn kussens en een sprei. En hier is een bed. En dit is een sprei die je over je bed heen legt. Die leg je op je bed. En die leg je ook op je bed, bij wijze van spreken. Hier, dit bed vond ik ook heel gaaf. Oh nee, deze bedoel ik. Maar ja, het is geen kinderbed, zeg maar. Maar het is wel een heel gaaf bed. Hier heb je de eenpersoonsbedden ervan. En hier heb je de peuterbedje ervan. Maar we zoeken een babybedje. Maar die staan niet hier dus. Waar staan die dan? Ja, kijk. Hier heb ik nog een leuk bed. En die heb ik ook. Kijk, dit zijn de Pokémon-bedden waar ik het over had. Zie je? Leuke Pokémon-bedden. Ja, ik
Ik heb Pokémon, sorry jongens. Dat was voor mij de peuterbedje, ja. Zelfs een Pokémon tafel volgens mij, of niet? Nee, dit is geen Pokémon tafel, maar ik heb er wel één. Dit is een bank. Oh, die is wel gaaf eigenlijk. Nee, maar we moeten naar dit toe. Dan gaan we naar baby toe. Gewoon naar bedden toe. Dat is vampira. Dat is niet zo heel erg boeiend. Want ik heb ook. Wat is dit? Oh, dat is een kast. Dat is wel gaaf. Oh, dat is voor over de wieg heen. Dat is wel gaaf. Kijk, deze bedden heb ik gekocht. Daar heb ik gedownload. En die ga ik gewoon neerzetten. En dan ga ik deze ga ik overheen zetten. Dan moet ik waarschijnlijk eentje van de muur af. Dan moet hier beginnen, ja. Wacht, misschien is het zo leuker. Volgens mij hoort die ook zo. Die en dan die eronder zo. Ja, leuk hè jongens, deze. We hebben ook nog een andere kleur. In het oranje, zoals jullie zien, ga ik een oranje ernaast zetten. Want ik heb ook een oranje bedje. En dat is met een tijgertje erop. Maar dan zie je dat niet meer. Dus dan moet ik één stukje opschuiven zo. Zo. De kinderbedjes staan. Maar ik heb niet enkel kinderbedjes gekocht. Gedownload. Even kijken, heb ik hier nog wat gedownloade spullen tussen zitten. Ja, ik heb hier kussentjes. Die je bijvoorbeeld in het wiegje kan leggen. Moet je eigenlijk niet doen natuurlijk. Hier hebben we die sprei. Gaan we ook niet doen. Maar staat wel bij baby spullen. Bij matjes bedoel ik. Hier zijn die Pokémon matjes. Kijk. Oranje is vuur, dus Charizard. En groen is. Ja, dan wordt dan deze. Kijk. Wordt ook een beetje Pokémon-achtig. Want ik vind wel Pokémon hoort bij jongens en bij meisjes. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan lekker gelijk daaraan beginnen. We hebben hier ook nog een leuk matje, ook gedownload. We hebben hier ook een heel leuke matjes. En het is allemaal moderne matjes. Hier hebben we ook nog een Pikachu mat grote. Is trouwens ook wel heel leuk om gewoon zo neer te leggen. Nee, misschien ooit een keer. Maar ik heb in ieder geval een leuk matje erbij. Mijn stoelen. Hier, een Pokémon Go stoel. We hebben verschillende Pokémon. We hebben ook nog een rode stoel van Pokémon. En dit is niet die Pokémon tafel. Haha. Het is een stoel. Het is een krukje. En verder heb ik hier niks gedownload in zitten, zo te zien. Oké. Ik ga wel eventjes twee stoelen hier neerzetten. Twee van deze stoelen. Eentje rood. Oranje bedoel ik. En eentje in het groen. Want ja, ik zit nog op een lijn. Dus een grote kans dat ik een Pokémon tafel. Dat ik wel een tweeling krijg is heel groot. Hier heb ik Pokémon blokken. Die heb ik expres gekocht. Omdat ik gewoon een beetje een kinderkamer met Pokémon wilde hebben. Dus hier heb ik dus Pokémon blokken. Die zet ik dan daar in de hoek neer. We hebben ook een Pokémon speelgoedkist en een Pokémon ballen. Meerdere. We gaan gewoon een Pokémon bal neerzetten. En een kreetbal en een ultrabal. Wat is het? Kunnen ze andere kleuren zijn? Groen, dat wist ik. Maar dat is een andere logo. Maar ik ga die gewoon pakken in de originele kleur. Zwart met geel. Zo. Hebben we hier ook een leuke seeking kist. Die ga ik pas kopen als er kinderen zijn geboren. Want ik weet niet of het jongen of een meisje wordt. Of jongetje en een meisje. Maar dan moeten we eventjes nakijken. Speelgoed.
Staat een bed bij. Tuurlijk. Staat een bed bij. Bij speelgoed. Heb je hier nog wat nieuws? Ja, kijk. En een mobiel. En... wat is dit? Een beugel. Oké. Zebra. Puul. Oh, zo'n kussentje. Oh, wat leuk. Zo, gaan we het in de wieg neerzetten. Dat is wel leuk. Zo, dat staat er eerst in de wieg, een kussentje. Hier hebben we Pikachu. En we hebben een Jigglypuff. Oh, maar die is wel gaaf. We hebben een Dragonite knuffel. Ah, een Dragonite knuffel. Oh, dat wordt echt een Pokémon kamer. Sorry jongens. Voor degenen die van Pokémon houden, sorry. Maar ik ben echt dol op Pokémon. Zo. Dragonite staat daar. Dat is een hele leuke Pokémon, vind ik. Hier hebben we ook nog een Lapras. Die is ook wel heel gaaf. Om gewoon zo neer te zetten. Gewoon in je kinderkamer. Oh, geweldig. En we hebben ook nog Squirtle, Bulbasaur en Charmander. En Charmander is een vlam kwijt, zo te zien. We gaan naar de schilderijen. Want schilderijen heb ik uiteraard ook gedownload natuurlijk. Zoals dit. Dit hebben we gedownload. Qua schilderijen. Maar dat is niet echt voor een kinderkamer. En we hebben deze gedownload. Oh. Dit is wel een beetje meer voor een kinderkamer. Maar ja, dat is meer meisjesachtig, vind ik. En ik probeer een beetje... ja, kijk. Echt kinderlijk te zijn. iCarly. Ik heb echt leuke posters hoor. Kijk, die wil ik ophangen, want het is een babykamer. Dit is een baby, een programma over baby's, dus die hang ik lekker op. Dan heb ik nog meer. Hier, een Pokémon poster. Die kan er altijd bij. Dat is helemaal geen probleem. Die kan daarop gehangen worden. Wat hebben we nog meer gedownload? Ik ben een beetje de downloads aan het bekijken hoor, jongens. En volgens mij is dit ook een Pokémon poster, maar... ik zie het niet echt, zeg maar. Hij is wel gaaf. Nee, het zijn geen Pokémon posters, maar ze zijn wel ontiegelijk gaaf. Oh. Wat zijn die mooi, zeg. Oh mijn god. Even kijken. Kijk, hier hebben we nog een Pikachu poster. Die ga ik niet echt ophangen. Ik neem hem, ja. Hier hebben we nog een Pokémon poster. Catch, choose. Die gaan we uiteraard wel ergens in deze kamer ophangen. Want ja, een Pokémon kinderkamer zonder Pokémon vind ik geen kinderkamer. We hebben een Tamalabal. We hebben Chansey. En we hebben Omanyte. Dan gaan we voor Chansey. En staat op. Pokémon Center. Oftewel, je kan hier je Pokémon laten rusten. Oftewel, het is een rustplaats. Ja, dat klopt wel, hé. Deze. Even kijken. Verder niks meer wat ik gedownload heb, eigenlijk. Gaan we naar de lampen. Waarom heb ik wel wat lampen nog? Gedownload. Oh, als het goed is. Ja, hier heb ik al zo'n lamp. Dat is echt zo'n typische babykamerlamp. En dan heb ik ook zo'n staallampje, kleintje. En ik heb hier nog een klein lampje. En hier. En hier wordt allemaal te klein. En het zijn staallampen. En dat heb ik ook niet echt nodig. Dus ook een nieuwe lamp. Overal met zo'n dingetje. Zo'n boutsleutel, zeg maar. Mijn moersleutel erbij. Dat is allemaal nieuw. En zoals deze. Dit is echt een kinderkamer dingetje, zeg maar. Maar ja, het is veel te klein.
Deze heb ik gedownload. Even snel hier laten zien hoor. 10 uur. Kijk, een Pokémon Go ding. Maar ik vind hem niet leuk. Want er staat heel veel Pokémon Go op. En dat wil ik dan ook weer net niet, zeg maar. Hij is net ook net te kort, zoals jullie. Nee, het is precies goed, maar hij komt gewoon niet netjes erop. Nee, we houden het gewoon lekker op de blauwe. We hebben nog een paar kleine dingetjes, denk ik. Wat is dit? Beddroomboek. Oké. Okay. Dat is niet echt een kinderkamer iets, maar oké. Okay. We hebben hier ook dozen en we hebben hier wat bankkussens. En wat hebben we hier? Ik pak deze. Een doos. En er is een mand. Mand! Boeken. Het zijn geen kinderboeken, dus ik kan ze ook niet echt neerleggen. Ik denk van, misschien is het leuk om een paar boeken neer te leggen, maar... Kijk, dit leg je zeg maar over een bed heen. Maar wij hebben nog geen peuterbed, dus dat past er nu nog niet overheen. Dus dat is wel nog jammer. We hebben dadelijk peutertjes natuurlijk. Nu nog niet. Zo. Er staat ook nog wel een huis buiten. Maar ik kan nog even bij de speelgoed kijken. En ik denk dat ik al weet dat ik de blauwe wil gaan neerzetten. De blauwe Seeking Box. Die zet ik gewoon hier tegenaan. Zo. En we moeten natuurlijk een po hebben. Een wc voor de baby's. Keep away from the baby. Text message received. Even kijken. We hadden twee po's. Deze vind ik het beste eigenlijk. Ik ga hem in het blauw doen. Ik kan er ook net niet tussen of zo. Maar dan ga ik hem wel in de wc zetten. Want daar hoort hij in principe. Zo. Er staat nu een po in de wc. Ik heb twee bedjes neergelegd. De kamer is een beetje ingericht. Ik moet even een andere vloer alleen even erin leggen. Dan gaan we vanuit die toe. Gaan we naar Flora. Voor mij had ik ook wat Flora gedownload. Als het goed is. Of heb ik dat nog niet gedaan? Nee, voor mij heb ik dat nog niet gedaan. Nou, wat is een leuke kinderkamervloer. Nee. Ik moet echt een nieuwe vloer gaan downloaden. Ik heb echt niet veel keuze. Ik denk dat laminaat het beste is. En dan zwart. En dan de muren nog even doen. Volgens mij ook bij de muren wel wat. Maar dat weet ik ook niet zeker. Nee, moet ik ook nog een keer downloaden. Ja, moet ik ook nog een keer downloaden. De muur wordt... wordt blauw. Zo. Oké. Dat is dan gedaan. Dan is dit de inrichting van deze kamer. Er waren veel meer posters hoor daarvan. Maar. Ja. Oh wacht, ik moet nog een kastje neerzetten. Een kledingkastje natuurlijk. Zonder kast is een kamer niet klaar. Maar we zouden... Nee, ze hebben niet andere kleuren. Wel. Oh, jawel, dat is deze. Maar dat is precies hetzelfde, alleen met wit. Ik denk dat dit beter staat. Nu. Nee, het moet zo blijven. Want net op het matje daar, maar dat maakt in principe niet uit. Je hebt heel veel ruimte. Je hebt een speelgoedkistje. Je hebt blonkies. En... Even kijken, wat zijn er nog meer bij speelgoed?
Ja, blokjes heb ik dan al, heb ik deze. Maar ik ga deze ook even inzetten. Ik weet niet of de kinderen ermee kunnen spelen namelijk. Ik ga een autootje neerzetten. Nee, ik vind hem goed zo eigenlijk. Ja, gaan we even een peuter tablet neerleggen. Zo, een roze en een blauwe doen we. Kunnen die kinderen kiezen ook. Zo. Oh, de aflevering duurt alweer 25 minuten. We gaan snel door met het leven. Want ja, als je eenmaal gaat bouwen, dan duurt het eenmaal wat langer. Ben je alweer wakker, joh? Eens kijken. Jij mist eten en plezier. Jij gaat eten. Oké, wat ben jij aan het doen? Jij bent nog steeds aan het dweilen. Jij moet echt snel gaan douchen, meisje. Voordat je kindje komt. Ik heb al een tweelingkamer gemaakt, dus... Hoe kan je in godsnaam in de ring komen met je dikke buik? Joh, ik heb een hele dikke buik. Zo, even wassen en mijn haartjes doen. Ja, ik moest echt douchen. En mijn praatvaardigheid is ook niet heel erg. Oh, er zit een game, joh. Ah. Ja, dat kan ook natuurlijk. Meer keuze. Vriendelijk. Meer keuze. Meer keuze. Ik ga niet vragen om alleen vrienden te zijn. Aangrijpend, angst, nee. Diep gesprek. Vrolijke les. Waar zit is een vrolijke sim. Vrolijke sims zijn over het algemeen vaak blij. Het gaat niet heel erg goed. Gespannen. Voor plezier. Ja, maar dat komt goed. Het komt goed. Deze dag is ook net begonnen. Letterlijk. En we zijn ook best wel lang bezig. Want ja, het is bouwen en Sims spelen. Ga je eens lekker met je fans, met je man praten. Kevin, kom ook bij ons zitten. Gezellig, schatje. Dankjewel. We zitten niet met elkaar te praten, maar toch gaat het gesprek dingetje omhoog. Kom aan, Roos. Laat het gat nou eens bevallen. Wat is er met een pruillippie van je meisje? Jij bent nog steeds verveeld, dus jij gaat lekker nog even gespannen. Die. Naar zender kijken. Romantiek. Ga maar lekker naar romantiek kijken, is ook gezellig, is ook... Met weet je vrouwtjes samen lekker even kijken natuurlijk. Ik gooi het bord wel even weg hoor meisje. Zo. Blijf jij nou ook kijken?
naar romantiek kijken. Kijk. Kinderachtig programma's gezien. Blij, 2 uur. Leuk ingericht. Blij gevoel. En zwanger, laatste 3 maanden. Bevallen over. Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Volgens mij vinden ze het wel leuk. Maar hun sociaal gaat... Zo. Lekker met z'n tweetjes ook praten. Les op familie gericht. Rosita is op familie gericht. Sims die op familie gericht zijn, zijn heel het meeste in hun element wanneer ze omringd zijn door familie. Ze worden verdrietig als ze te lang afgescheiden zijn van hun familie. Ze zijn lekker met elkaar aan het flirten. Ze zijn allebei flirterig. Oeh. Ja. Dus, kijk, het helpt wel natuurlijk, hè, dit. Ik ga zo slapen. Kevin, die moet nodig. Oké, ik ga even op pas... Wacht, wat? Wat? Ja, dan ga ik even pauze zetten. Ik ga even Rosita even laten plassen. Mezelf dus. Gebruiken. Daarna ga je even wat uit de koelkast pakken. Die. Openen. Wat hebben we allemaal in de koelkast staan? We hebben nog 2 tuinsladen. En BLT en rugbrak met macro bacon. Doen we die maar. Een portie pakken. En wat heb jij nodig? Jij gaat weer slapen. Hygiëne. We kunnen makkelijk met z'n tweeën in 1 douche. En douchecabine. Nee, in de badkamer komen. En dan ga jij daarna lekker ook slapen. Hier. Slapen. En dan jij ook. Slapen. Gaan we weer verder spelen. Gaan we wachten tot alles en iedereen gedaan heeft wat hij moest doen. Oh, die buik is echt enorm, hè, van der. Zijn we überhaupt al getrouwd, of niet? Vrienden, liefjes. Oké, dat zijn we dus nog niet, zo te zien. Dus wat ik eerst ga... Nee, dat gaan we lekker in de volgende aflevering doen. Gewoon af laten spelen, want ze gaat toch eerst even eten. Nou, dan gaan we even de slaapkamer weer even opzoeken. Die staat hier. Dan gaan we op dit klikken, er weer slapen klikken. Want ja. Ja. Hey, jij hebt er wat bij. Zelfverzekerd. Oké, lekker, je bent zelfverzekerd. Beter. Zo, ik ben lekker even BLT aan het eten, want ik had best nog wel honger. Kevin is ook bijna klaar met douchen volgens mij. Ja, die is ook bijna klaar met douchen. Die is klaar met douchen zelfs. En die gaat naar bed. Hoe ver ben jij met je eten, meisje? Ga lekker even je eetjes opeten. En ik zeg gewoon dat je nu klaar bent. Ik ga de rest gewoon lekker in de koeling teruggooien en dan ga je lekker naar bed. Kan dat niet, joh? Ah, dan moet het weggegooid worden. Zo. Hoppa. Oh, die buik is echt enorm. Nou.
Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te liken. Abonneer natuurlijk meer voor hier beneden. Dit was de aflevering weer van The Sims. En ja, het was een extreem lange aflevering. 35 minuten, een half uur dus. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik hoop dat ik The Sims best wel vaker kan spelen. Wel wat vaker spelen. En wat meer opnemen met de tijd en zo. En dat lekkere lange afleveringen gaan blijven. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Abonneer voor meer. Hier beneden. Deze kant beneden ergens. Vergeet ook niet even op het belletje te klikken. Om nooit weer iets te vergeten. Iets te missen op mijn kanaal. En dan kan je zeggen dat je bij de hashtag notificatie squad zit. Ja. In ieder geval, later mensen.